daar in de buurt ligt. Jij wilde toch vroeger boerin worden, ja, Laura? Ja. Je had toch wel wat met het boerenbedrijf? Ja, zeker. Maar ja, mijn vader was geen boer. En nee, dan kan je geen boer worden in Nederland. Een camera, ja. Maar ik bedoel, je had een bepaalde sympathie, een bepaald gevoel erbij. Ja, dat heb ik nog steeds wel. Door de tijd? Nee, helemaal niet. Maar ik vind wel dat de veehouderij met name helemaal de verkeerde kant op is gegaan. En dat is niet te wijten aan de boeren zelf. Dat is echt het beleid wat willens en wetens is ingezet na de Tweede Wereldoorlog, logisch. Want toen was er behoefte aan heel veel voedsel. Maar we zijn de tweede landbouwexporteur van de wereld. En dat betekent dat er hier heel veel mestproblemen zijn. En dat we hier heel veel soja invoeren uit Zuid-Amerika. En ja, die voedingsstoffen die daar uit het regenwoud gehaald worden, die komen hier neer in de vorm van stikstof. En die bedreigt onze oorspronkelijke natuur. Ja, wat ik me nou afvraag is, wij praten steeds over, dit is belangrijk en Europa vindt dit ook. Nu zijn wij hier nadrukkelijk bezig met het stikstofprobleem. Ik ken mensen die wonen in Twente. Die moeten bij wijze van spreken ruimen. Dat moet op. Maar als ze over de grens kijken, dan zijn ze aan het, ja, dan komen er meer, komt meer bij in toestanden. Trekken we daar dan opeens een muur en zijn we dan opeens heiliger dan de paus? Wat is dat? Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Dat werd ook eerst over België gezegd. Maar daar zijn de stikstofingrepen nog veel drastischer geweest als hier. Kijk, het mooie eigenlijk van de plannen zoals ze vandaag gepresenteerd zijn, is dat ze niet alleen op natuur en stikstof gericht zijn, maar ook op waterkwaliteit die heel slecht is in Nederland, en ook op de klimaatopgave. En dat zijn opgaves die we allemaal in Europa hebben. En in Nederland, het is hier gewoon heel erg vol. Dus we hebben wonen, werken, boeren en recreëren, natuur. Dat zit allemaal op de vierkante centimeter. In andere landen is daar meer ruimte voor. Wat nu wel moeilijk voor de boeren is dit is een startnotitie. En eigenlijk wordt er op dit moment, later gaan andere sectoren, wordt er ook naar gekeken. Maar op dit moment wordt er alleen gekeken, ja, de boer is de lul. Wat moet de boer doen? Ja, aan de ene kant snap ik het wel, omdat de boer en de ammoniak het grootste aandeel heeft. Aan de andere kant zou ik het strategisch handiger gevonden hebben als het kabinet ook meteen ingegrepen had in de luchtvaart en in het verkeer en in de industrie. Dat had ook wat redelijker aangevoeld. Ja, want nu lijkt het net alsof de boeren alles moeten doen. Dat is niet zo. Ik heb er ook naar gevraagd van de week bij de minister. Die zei, ja, die plannen over de luchtvaart, dat komt lekker uitstellen. Ja, dat komt nog. En over die schuldvraag. Ik vond wel, minister Van der Wal voor stikstof, dat heeft ze zowel in het vraaguurtje gedaan dinsdag als vandaag weer bij de persconferentie. Die schuldvraag komt steeds. En boeren vinden dat uiteraard heel vervelend. Wij zijn degene die als schuldige aangewezen worden. Maar nu zegt ze, het is onze schuld. Het is de overheid geweest die een fout heeft gemaakt. Wij hebben te lang niet gehandhaafd. Dus kijk niet naar die boeren, maar kijk naar ons. Maar wie moet er nu gaan inleveren? Dat zijn de boeren. Ja, en dat is wel heel erg treurig, want je had het kunnen weten. Wij wisten het al 30 jaar. En de veehouderij is gewoon doorgegroeid over alle milieugrenzen heen. En wie kunnen nu de scherven oprapen? Dat zijn de boerengezinnen. En dan wordt er nu nog geen, in die plannen wordt nog geen perspectief geboden voor. Hè? Dat komt later ook, hè? Want het is nog steeds die startnota is. Maar er wordt wel een doorkijkje gegeven. En dan wordt er heel veel verantwoordelijkheid neergelegd bij de boeren zelf. Gaat u uw bedrijf anders inrichten? Nou, als je in dat gebied zit van 70-80%, dan moet je echt totaal iets anders gaan doen. En ik kan me voorstellen, zeggen van, ja, we hebben respect voor de boeren en we moeten zorgen dat de agrarische sector in leven blijft. Maar dat er eigenlijk geen optie voor die mensen is. Vrijwilligheid waarover gesproken wordt. Ja, ga je nou vragen hoe alleen dat? Of? Ja. Nee, ik ga even niet verder. Nee, ik heb van Bram geleerd, of je gaat duiden, of je gaat een vraag stellen. Maar ik was nu aan het duiden. Ja, je bent aan het duiden. Maar nee, er moet wel een vraag komen uiteindelijk. Ja, er moet een punt, moet ik op een gegeven moment gaan zeggen. Ja, duiden lijkt op duidelijk. Ja, nu ben ik ook mijn punt kwijt. Maar het is lastig voor die. Nee, maar er is geen perspectief voor boeren. Nee, maar ik en heb geen vrijwilligheid, want ze moeten het gewoon. Ja, en dat was ook vanaf het begin al duidelijk, dat het niet op vrijwillige basis kon. En ik vind ook dat je dan eerlijk moet zijn. Heb ik ook 3 jaar geleden tegen Carola Schouten gezegd. Waarom ben je niet eerlijk? Waarom zeg je dat het allemaal vrijwillig kan als de opgave zo groot is? Ik vind dat niet eerlijk. Op 22 juni weer een boerenprotest. En dat hele land gaat weer plat. Ja. Maar er gaat niks meer veranderen. Nee, dat weet iedereen dat al. Maar dus dat heeft allemaal geen nut dat die boeren dat nog gaan doen. Nee, en ik vind ook, kijk, stel dat je nou boer bent en je kijkt op die kaart en je ziet mijn bedrijf moet inkrimpen of verdwijnen. Waar moet je dan terecht op vrijdagavond? Ja. Ik heb al eerder gevraagd, is er niet een meldpunt? Kunnen de provincies niet een spreekuur of iets? Die mensen die zijn echt Zijn de wanhoop nabij. Ja, en die hebben ook gewoon, we hadden het net over je gevoels kunnen uiten. Je kunt er ook nergens naartoe. Nee. Er is niemand die begrip voor je heeft. Nee. Ze zeggen eigenlijk gewoon tegen je, stop er maar mee. Maar de provincie zelf heeft ook een meldpunt nodig. Want bij de provincies zijn ze helemaal niet blij met deze plannen. De VVD, achterban, CDA. Er wordt ook getwijfeld aan de onderliggende cijfers, hè, die de normering bepalen waarop dit allemaal gebaseerd zou moeten zijn. Ja, maar daar praten we nu al 3 jaar over. Ja. En dat is echt, dat helpt het niet. Dus ik zou zeggen, laten we er nou van uitgaan. In sommige gebieden is de stikstofuitstoot 4 keer te hoog. Dus dat het misschien op de komma niet helemaal precies deugt, dat maakt niet uit. Je moet nu gewoon aan de slag gaan.
En ik denk voor de boeren zelf uiteindelijk dat duidelijkheid prettiger is als die onzekerheid die nu al jaren boven de sector hangt. Maar ik hoop wel dat de overheid ze kan helpen om ze weer perspectief te geven op een of andere manier. Maar Geert Wilders boos, ja, 21 boos. De rechtse partij over het algemeen boos. Dat was niet, binnen de VVD. Dat was wel te verwachten, ja, natuurlijk. Ik zag dat persberichtje. Ik dacht, nogal wie dus. Ja, maar al met al, ik hoor jou ook zeggen, je komt er niet omheen. En er ligt ook nog een arrest natuurlijk, waar je aan het hebt, de oude Europese afspraken. Ja, kijk, als je niks aantrekt van de rechter, of als je niks aantrekt van wetenschap, dan kan je roepen dat het allemaal belachelijk is. Maar daar trekken wij ons wel wat van aan. Ja, dus het gaat gewoon gebeuren. En hoe gaat het uitgevoerd worden? Hoe snel? Ja, de provincies hebben nu een jaar de tijd om gebiedsvisies te maken, zullen we maar zeggen. Ja. En dan moeten ze dus onder andere met de sector in gesprek gaan om te kijken waar kunnen we nou de grootste depositiereductie daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Welke boeren willen misschien vrijwillig stoppen met boeren? Wie gaat er iets anders doen? Maar de provincie zit er helemaal niet op te wachten. Morgen is er een VVD-congres en er wordt een motie ingediend door 400 leden. Kabinet, doe dit niet. Wij willen dit niet. En ook binnen het CDA is er gemor. Maar het land ligt plat, jongens, op deze manier. Ja, maar het moet ook gebouwd worden. Plat, dat bedoel plat, ik, ja. Ja. Ja, maar het ligt gewoon plat op dit moment. Hoe moeten we dan verder met z'n allen? Nou, die provincies die moeten niet met de sector praten. Die moeten met individuele boeren praten. En die moeten huis aan huis, boerderij aan boerderij gaan zeggen. Wat wil je? Wil je stoppen? Kunnen we je helpen op een of andere manier? En ja, compensatie. Dan moeten we een plan maken. Ja, het ligt 25 miljard. Ik heb hier toevallig voor me. Hè? Als je ziet in kleine regio's hoe grote verschillen zijn. Als zij er even over doorpraten. Je gaat er door, je moet weg. Ja. Ik je vrouw, hè? Leuk, man. Nou, ik ga naar een concert in Carré, dus ik moet er even ophalen. En dan ben ik net op tijd. En zo. Leuk dat je er was, man. Ik vond het heel leuk om er geweest te zijn. Ze kunnen bellen, NOS, maar ook andere zenders. Prima. Als ik ga lopen, loop je mee? Ja. Ben ik hier naar Hilversum? Ja. Dat is goed. Niet barefoot? Nee, niet barefoot, maar dan loop ik mee. Oké, heel goed, jongen. Dank je wel. Je was tot later. Yo. Even, je hebt het kaartje bij je, zag ik toch? Als je dat kaartje ziet, en je ziet ook hoe verdeeld die gebieden zijn, hè? Hoeveel verschillende soorten reductie daar plaatsvindt. Het is echt een heel ingewikkeld kaartje wat je hebt. Met heel veel kleuren. Daar moet allemaal iets anders gebeuren. Nou, dat wordt voor zo'n provincie, als je naar Limburg bijvoorbeeld kijkt, dat wordt een lastig gesprekje. Jawel, die provincies moeten gewoon de schouders eronder zetten en langs de boeren gaan en een plan maken. Er zit niks anders op. Nou, oké. Nog even een samenwerking, PvdA, GroenLinks. Leuk. Ja, ik ben wel voor. Helemaal voor, ja? En dan moet Abu Talib uiteindelijk de grote baas worden? Nou, dat weet ik niet, hoor. Nee? Wie zou het ook moeten zijn? We gaan de Eerste Kamerfractie samenvoegen. Ja, dat weet ik wel. Op de duur, je weet niet lang. Dat doe ik ook misschien komt er nog een hele nieuwe ster aan het firmament. Je weet het niet. Ja. Heb je zelf ambities? Nee. Nee? Nee. Echt niet? En in Europa bij de Groenen of bij de... Bij de Sociaaldemocraten? Nou ja, wij blijven bij de Groenen en de PvdA blijft bij de Sociaaldemocraten. Okay. Jojojo, allemaal. maar je hebt wel gezegd, Laura, dat het land ligt plat. Daar worden we niet vrolijk van. Nee, ik denk dat dit echt te vergelijken is met de sluiting van de mijnen in Limburg. Dit heeft een enorme impact, ook voor de hele, voor de hele economie erachter. Dus het is heel naar allemaal. Ja, jammer dat we er zo uit moeten gaan, maar het is wel de harde realiteit.